Daar is hij dan, de nieuwe Uno, tweede generatie. Ik heb op de eerste versie jarenlang duizenden kilometers gemaakt. Had ik mijn zus achterop, paste nauwelijks. Dus dit nieuwe zadel, daar kan ik wel wat mee. Ja, een volwassen unit die niet meer bij de kleintjes meedoet. Ik ben erg benieuwd of het gewicht anders zal zijn, want de vorige Uno was echt heel licht gewicht. En deze zal een stuk zwaarder zijn, maar ik ben benieuwd of je dat ook voelt tijdens het rijden. Alles is nieuw voor mij, dus ik ben blij dat ik dit mag proberen. En ja, dus wat heel leuk is van deze scooter is dat hij dus niet meer de klassieke look heeft met een sleutelgat en je remmetjes. Maar gewoon met een creditcard werkt die je dus op het scherm houdt om het te unlocken. En dat kan ook met je telefoon. En het leuke van deze buddy is dat hij gewoon met een knopje op het stuur open gaat. Want je hebt dus geen sleutel meer om te twisten. Dus dat is voor een scooteraar als ik wel even enorm wennen. Maar dat er vervolgens van je elektrische scooter een buddy open gaat waar en twee helmen en twee accu's in passen. Nou, dat heb ik nog nooit eerder gezien. Ja, ik heb ontzettend lang op dit moment gewacht. Maar hier is eindelijk de nieuwe Uno klaar voor een proefrit. Let's go. Eén ritje met de nieuwe Uno. Wat een feest. Het is... hij is natuurlijk groter en zwaarder, maar dat merk je dus tijdens het rijden niet omdat hij zo sterk is. Wat je wel merkt is dat de draaicirkel is veranderd, want hij is echt een stuk langer geworden. Maar ik kijk er naar uit om er met z'n tweetjes op te rijden, want ik ben erg nieuwsgierig hoe dat gaat. En ja, het is een nieuwe wereld.